Je moet je officiële afscheid vandaag. Ik had het idee dat je heel graag wilde scoren. Ja, klopt. Ik was heel gretig om doelpuntje te maken. Alleen het was me vandaag helaas niet gegund. En genoeg kansen gehad. Alleen helaas niks benut. Die ene moest je eigenlijk wel afgeven, toch? Welke ene? Ja, dan ging je 1-1 op de keeper zonder de 2 voor de goal. Ik denk, maar die wil bij zijn afscheid nog eventjes laten zien wie die is. Oh ja, nee, eerlijk gezegd, zo zie je maar weer. Normaal gesproken leg ik hem breed. Alleen, ik had het helemaal niet gezien, eerlijk gezegd. En ik moet even beelden terugkijken om 100% zeker te weten dat ik hem breed moest leggen. Maar ik had het niet eens gezien, dus... Maar eerlijk gezegd, of ik moet hem breed leggen of ik moet hem gewoon erin schieten. Dus één van de twee. En helaas gebeurt het allebei niet. En gelukkig stonden we al 2-0 voor, dus dat is wel fijn. Ja. 5 jaar FC Groningen, dan vandaag een officieel afscheid. Hoe voelde je je tijdens je afscheid? Ja, toen ik gewisseld werd, voor een wedstrijd probeer ik natuurlijk sterk te blijven. Maar toen ik echt gewisseld werd, werd ik heel emotioneel. Dus na 5 jaar natuurlijk. Ik heb hier heel veel mooie dingen meegemaakt. Beker gewonnen, noem maar op. Europa League gespeeld. Volgens mij een goede band met de supporters. Hele goede band met de supporters. Altijd goed met de supporters geweest. Dus dat doet extra veel pijn als je deze club gaat verlaten. En de rest van mijn leven blijf ik gewoon een groen hart hebben. En ik blijf de club altijd volgen waar ik ook wel zal zijn. En hopelijk gaan ze het heel goed doen wanneer ik hier weg ben. En dan over 10 jaar dan kom je nog even weer een jaartje terug? Ja, het zou lekker zijn, eerlijk gezegd. Sta ik zeker voor open. Misschien om ooit nog hier terug te keren. Maar eerst de play-offs nog even halen, want het is nog niet afgelopen. Het lijkt allemaal alsof het wel helemaal is afgelopen. Maar waar ligt de lat? Ik denk, als je ziet waar we vandaan komen, dan moeten we onszelf gewoon belonen met de play-offs. En we spelen woensdag gewoon een hele belangrijke uitwedstrijd. Eerste wedstrijd tegen Emmen. Kan ik me de dag van vandaag niet meer vergeten. Was heel zuur. Geef je het gewoon in principe weg. Alleen nu moeten we zorgen dat we die punten weer gaan pakken en onszelf gewoon naar de play-offs gaan voetballen. Nou even, maar laten wij ook eventjes een officieel afscheid doen. Denk je dat er in Zwitserland ook journalisten zijn waarmee je weddenschapjes afsluit op een broccoli? Ik denk het niet. Ik denk dat ze dat niet aandurven, maar ik hoop het wel eerlijk gezegd, want dan ben ik weer extra geprikkeld om het goed te doen. Hey, succes dan. Dank je wel.